Oh, het sneeuwt! Hallo lieverd en van harte welkom bij een nieuwe video van Speel met mij, Kinderen Speelgoedkanaal. Vandaag heb ik sneeuwpoeder voor jullie. Insta Snow Powder heet het. En daarmee kun je zelf sneeuw maken. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, misschien ligt er bij jou nog sneeuw of is het net weer weg. Er lag hier pas ook echt een mooi pak sneeuw, een witte deken, maar alles is ondertussen ook weer weg. Dus tijd om zelf sneeuw te maken. Zeker als het bij jou ook nog niet gesneeuwd heeft. Bij winter hoort namelijk sneeuw. Het is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. En er staat like real snow. Dus net echt. Ben eens benieuwd. Hier zie je het ook al. Het ziet er in ieder geval goed uit. Hier achterop staat de handleiding. En we gaan het gewoon eens proberen. Maak het eens open. Nou, er zit een klein doorzichtig doosje in met een deksel en een reageerbuis met daarop streepjes om de hoeveelheid aan te geven. En zo te zien is dit het sneeuwpoeder. Nou, dan moeten we dat natuurlijk eens testen. Als eerste moeten we dit kleine schaaltje tot halverwege met water vullen. Ik heb het bakje op een blauwe ondergrond gezet, zodat we de sneeuw natuurlijk beter kunnen zien. Op een witte tafel zie je dat niet. Op een donkerblauwe ondergrond moet dat wel lukken. Nu hebben we onze reageerbuis met sneeuwpoeder nodig. En ik draai voorzichtig het kapje, het dopje ervan af. Zo. En dat dopje dient ook als maatbekertje. Die dien je namelijk compleet te vullen met het sneeuwpoeder. Zo. Oké, en dan kunnen we nu beginnen. Ik zet alles wat dichterbij. Zo. En dan doe ik het poeder bij het water. Wow. Oh, dat ziet er cool uit. Het lijkt alsof het nog beweegt hier in het midden. Wauw. Het is echt net poedersneeuw. Oh, heel mooi. En het voelt ook heel zacht aan. Een beetje vochtig nog, zacht, maar niet koud. Oh, dat is wel heel cool. Eens kijken of je er ook een sneeuwbal van kunt maken. Nee, veel te poederig, veel te los. Als je erin knijpt, dan valt het direct weer uit elkaar. Je kunt er dus geen sneeuwbal of sneeuwman mee maken. Maar je kunt zowel natuurlijk een heel mooi sneeuwlandschap maken. Dit vind ik echt leuk. Ik maak nog wat meer. Ik heb weer wat water gedaan in het schaaltje. En hier heb ik weer een dosis poeder. Dat doe ik dan in het water. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nou, in ongeveer 10 seconden heb je ineens een bergje sneeuw. Het voelt ook zo zacht aan. Een beetje fluffy, zeg maar. Erg mooi. En het valt ook echt mooi, sneeuwachtig. Ja, echt super vind ik dit. En het leuke is, je kunt hier ook echt veel sneeuw mee maken. Kijk maar, zoals je ziet is er maar een heel klein beetje poeder uit de buis. Hij is nog bijna helemaal vol. En toch hebben we nu al een mooie hoeveelheid sneeuw liggen. We hebben nu 2 porties gehad. Ik denk er zullen nog wel iets van 20 porties in zitten. Dus dat is een flinke hoeveelheid sneeuw. Zo kun je in de zomer spelen dat het winter is. Het is niet koud, het verkoelt niet, maar leuk is het in ieder geval wel. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Nou, ik ga toch nog eens proberen een sneeuwbal te maken. Nee, dat lukt niet. Het blijft poederig, dus niet geschikt voor een sneeuwgevecht. Wel voor een hele hoop sneeuwplezier in ieder geval. En deze sneeuw is natuurlijk ook geweldig voor onze Playmobil poppetjes. Als we weer eens een winters verhaaltje willen vertellen. Of net zoals bij de familie Vogel wel eens gebeurd dat het ineens sneeuwt in de luxe villa. Dan is dit poeder wel echt geweldig. Hier hebben we bijvoorbeeld Sarah, een vriendin van Julian. En zij is echt enthousiast over de sneeuw. Ze speelt heel graag in de sneeuw. Heel geschikt dus om te combineren met ander speelgoed. Zoals Playmobil. Of gewoon om een mooi winterlandschap te maken. Ter decoratie bijvoorbeeld. Heel veel prachtige sneeuw. Voor mij krijgt deze nep sneeuw zeker een duim omhoog. Heel gaaf.
Even kijken, dit is van Be Amazing Toys. Zoals ik al zei, geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. En het heet Insta Snow Powder. Dus heel leuk om mee te spelen. Maar wat vinden jullie ervan? Willen jullie graag zelf sneeuw maken in de winter of misschien in de zomer? Laat het hieronder weten in de commentaren. Ik ben benieuwd naar jullie antwoorden. Abonneer je op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En tot de volgende keer. Doei!